Ja, en hier vanuit de fabriek in Utrecht gaan wij nog steeds door met eigenlijk onze protestactie Cultuur in Actie. En inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven regisseur Jean van der Velde. Hallo. Nou, dat lijkt mij een hele ingewikkelde operatie om nu een film op te nemen. Kan niet. Een serie. Nee, ja, er zijn natuurlijk wel een paar voorbeelden gedaan die ook heel specifiek op coronasituatie gericht zijn, een paar korte films. Maar een normale speelfilm is niet te doen als de acteurs, en daar gaat het eigenlijk over, niet binnen anderhalf meter met elkaar mogen communiceren. Nee, want dat jouw films komen ze vaak dichter bij elkaar. Zeker weten. Ja, en, van wat ik van je werk ken. Ja, daar komen ze op allerlei mogelijke manieren. Maar er zitten... Kijk, we hebben heel lang gepleit voor acteurs is een contactberoep. Ja. Dat is ook heel, voor mijn gevoel ook heel logisch, want ze zitten voortdurend ook aan elkaar of bij elkaar. Ja. Daar is een lobby voor gevoerd, dat is gelukt. Dat kan ik eigenlijk niet wel zeggen. En wanneer wordt dat bekendgemaakt officieel? Bij deze? Ik denk, kijk, het is officieus, maar het is, de geruchten zijn zo sterk dat het morgen denk ik wel officieel bekendgemaakt wordt. En geldt dat dan voor acteurs in de film of geldt dat voor alle acteurs? Ik weet alleen dat het voor acteurs in de film geldt, maar het zou heel raar zijn als het voor acteurs in musicals... Ja, musicals zingen, dan zit je weer met... Ja. Maar met het toneel, het lijkt mij ook. Maar in ieder geval voor film geldt het alleen... Eén clausule. Er mogen geen lichaamssappen uitgewisseld worden. Geen lichaamssappen? Geen lichaamssappen. Nee. Dus zoenen, dat wordt lastig. Zoenen wordt lastig. Daar moet je een list op verzinnen. Nou ja, dat kan misschien heel spannend ook zijn als je het insinueert. Dat het een andere verbeelding overlaat. Een uitgestelde zoen is altijd spannender. Een uitgestelde dan een geconsumeerde zoen. Ja, nou, op een gegeven moment denk ik wel... Op een gegeven moment moet die consumptie ook komen. Maar die is nog even niet mogelijk. Hoe belangrijk is het dat er geld vrijkomt voor de culturele sector? Nou, even... Heel egoïstisch. Ik ga heel erg even door de film. Kijk, voor film is het belangrijk. Er zijn een paar dingen belangrijk. A, de verzekeringsmaatschappijen hebben allemaal onmiddellijk nu gezegd... we gaan geen films meer verzekeren, want COVID is een pandemie. Dan sta je ook helemaal niet meer stil. Telt dus niet meer. Dus dat is uitgesloten van de verzekering. Dus ja, loop je het risico dat een filmproductie halverwege... doordat een van de acteurs ziek wordt... en vervolgens de opnames minimaal 2 of 3 weken... Krijg je niks. Dus er moet een soort garantiefonds komen dat mocht dat gebeuren... de overheid of welke partij dan ook voor een 10 of 15 of 20 miljoen garant staat. Ik wil niet gezegd dat het gebruikt wordt, want in het hele protocol wat ontwikkeld is voor film wordt heel veel nadruk gelegd op testen. Acteurs moeten zichzelf een soort quarantaine-achtige situatie begeven, dus geen rare feesten gaan houden na de opnames. Iedereen wordt getemperatuurd, dus dat wordt allemaal geregeld. Maar er moet een garantiefonds komen, want anders is het risico voor producenten veel te groot. Een andere consequentie die kosten gaat opleveren is, doordat je aan al die regels moet voldoen, en dat merk je hier natuurlijk ook al, dingen langer duren. Ja. Een filmopname voordat iedereen zijn zendertje om heeft met gemaskerde mannen die dat doen of vrouwen en alles weer ontsmet is. De praktijk wijst nu uit, van Duitsland zijn ze aan het filmen, dat ze ongeveer een kwart van de tijd langer bezig zijn. Dus in plaats van dat je 10 uur, we maken dagen van 10 tot 11 uur, komt er ongeveer 2 uur per dag bij. Of je verliest 1 à 2 uur. Voor dat soort dingen. Voor dat soort dingen. Waardoor je, als je dat op 40... Zit je weer met je licht, met je daglicht. Alles, alles. Ja, dus de opnames duren langer. Dus eigenlijk zouden de filmfondsen, maar ook de televisiefondsen of de omroepen, moeten zich realiseren dat waar ze vroeger een x-bedrag hadden voor een serie of een film, dat ze nu x plus... 19%, COVID-19%. Maar is het dan niet een mogelijkheid dat, want ik begreep eigenlijk dat ze in de Duitse soapseries mensen testen allemaal. Ja, dat moet in Nederland ook gebeuren. Want als jij getest bent en ook je crew, dan kan je in principe gewoon weer net zo lijfelijk zijn als dat je altijd was. Dat kan, alleen je weet niet wat mensen thuis gaan uitspoken. Ja. En leer mij acteurs kennen. Ja, precies. Nee, maar die moeten zich, wij verplichten, want ik was in de midden met de voorbereiding van All Stars en Zonen, een nieuwe serie. Ja. Met de zonen van de oude garde uit 2000, toen we die series en de films maakten, 2010. Dat is dus allemaal on hold. Ja. En daarvan is het inderdaad de bedoeling dat we de acteurs gaan testen. Ja. Dat moet geregeld gebeuren. Alleen ze hebben allemaal een brief, zullen ze moeten gaan tekenen, dat ze... Zeg maar, zich melden als ze ziek zijn, dat ze dat echt op tijd zeggen. Dat ze na opnames niet s'avonds gewoon een beetje zich koest houden.
Want ja, je hebt de controle op de set, maar daarna weet je het niet meer. Dus mijn voorstel was al van de laatste 20 uur op de set werken. En dan weten we dat ze gewoon meteen thuis in slaap vallen. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Maar je vertelde net dat er morgen bekend gaat worden dat het waarschijnlijk een kon. Zeer waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk, maar daar is dus iemand... Wie gaat daar... Is dat de minister? Het is een hele lobby gaande om al een tijd lang om dit bekend te gaan maken. En om dit om acteurs tot een contactberoep gemaakt te krijgen. Want acteurs zijn natuurlijk... Kijk, de crew kan allemaal, dat zie je hier ook... Die kunnen allemaal op afstand werken. En daar kun je wat voorzieningen voor treffen. Acteurs moeten doen alsof ze man en vrouw zijn. En samen in een bed liggen of samen aan een ontbijt of huggen of wat dan ook. En als het een slecht huwelijk is, kan je het nog wel spelen, anderhalve meter. Ja, maar daarna niet meer. Enige verliefdheid is niet te doen. Is niet meer te doen. Dus, en acteurs zijn het vliegwiel van een hele industrie. Ja. Dus waar je maar drie acteurs in beeld hebt. Het vliegwiel is natuurlijk veel groter van alle mensen hier omheen. Wij zitten ook met z'n tweetjes. En mensen denken wel eens van, nou, dat is twee. En er staan een cameraman, maar er staan er 20, maar er staan zo, mensen, het is net geteld, 22 man tel ik hier, plus de rest. Ja. Dus factor 15 kun je zomaar uitvoeren op twee mensen die je in beeld ziet. Factor 15 is... Maar weet je, ik ga dit naar waarschijnlijk ook een speelfilm doen. Dus ik word heel blij van jouw verhaal. Maar hoe zeker weet jij dat dat morgen bekend gaat worden? Ja, niet zo zeker en zelfs dat niet. Maar... Het moet raar lopen. Het moet heel raar lopen. Het zou heel raar lopen als een nail polish bureau en een make-up en tandarts en kappers wel mogen werken en een visagist niet en een acteur niet. Mits de protocollen worden nageleefd. En er zijn de filmwereld, de DAF heeft 47 punten of 48 centen met allerlei maatregelen. Maar de cruxmaatregel is: er kan alleen maar gefilmd worden als die acteurs. Gewoon zich vrij voelen om te doen wat ze willen. Nou, het zou fantastisch nieuws zijn. Ja. We gaan er dus helemaal vanuit. Je geeft ons hoop. Voor hoeveel mensen ga jij zometeen achter mij een handtekening zetten? Nou, ik ben lid van de DAF. Dat is de Dutch Academy for Film. Dat zijn sowieso 415 leden. Ja. Die allemaal in de filmindustrie werken. Make-up, kleding, camera, geluid. Alles wat erbij hoort. Daar hoort eigenlijk ook nog een hele groep die niet lid zijn van de DAF, maar die wel allemaal de cameraverhuurbedrijven, de geluidsstudio's, de catering. Die zijn geen lid officieel van de DAF, maar eigenlijk horen die erbij. Maar laten we het voorzichtig. Dat zijn de 415. All-Stars, die hopelijk nu doorgaat van de zomer met de opnames, dat zijn in ieder geval 43 sprekende rollen. En reken maar aan crew. Nou ja, er zit, kijk maar om je heen. Voor je weet zit je zo aan 70, 75 man met editors en muzikanten die muziek maken. Ja, dat is nog steeds 75. Want ik ben heel goed aan rekenen. Ik weet niet of je het gezien hebt net. Nee, 75. Dan ben ik nog van de Raad van Toezicht van het Ketelhuis. Dat is het filmhuis in Amsterdam waar de Nederlandse films allemaal gedraaid worden. En daar zijn 48 mensen werkzaam. Zowel vrijwilligers, maar ook... professionele mensen die allerlei festivals organiseren en de films. Dus, dan zit ik aan de 538 man. Dat zou heel goed kunnen, ja. Kun jij je daarin vinden? Daar kan ik me in vinden. En dan tellen we niet mee al de kijkers die zo graag... Nee, dan zitten we in één klap aan de 18 miljoen en dan kunnen we naar huis. Kunnen we naar huis. Jean van der Velde, hartstikke bedankt. 538 mensen tellen wij op bij de 190.005 die er al staan. Ja. Dank voor je komst. En ik kijk reikhalzend uit naar All-Stars. All-Stars en zonen. En zonen. Ja. Oh, ze hebben kinderen inmiddels. Ja. Helemaal onderaan.